Yo mensen, en ik ga een intro doen met een lekker nummertje. Weet je wat het is? Ik drink geen kattenpis. Maar nu weet jij het ook, dat dat echt niet zo is. Maar vandaag gaan we een lokke video doen. Vandaag zie je dat ik de Britskin aan heb, maar ik ga even laten zien dat ik die niet heb ingesteld. Ik heb namelijk de Aquaman skin ingesteld die ik heb unlocked. We gaan even langs mijn skins. Deadpool. Verschillende versions. En Terror Knight. Die version moeten we nog krijgen. Die version moeten we ook nog krijgen. Deze version hebben we bijna. Deze version. Ook bijna. Deze skin hebben we ook 1000 skin. Laten we die even instellen. 7. Maar laten we nu maar weer naar. Dit is de Maya skin, de Midas skin. Hebben we alles van. De Aquaman skin hebben we alles zeker van. De Pili hebben we alle stels van. Dat tyfus ding. Ja, kangaroo ding. Laat me gewoon naar mijn agent. Kangaroo ding. Ik ga toch niet kruisen dat ik het tyfus ding. Nou, edit stels. We got this one, we got this one, and we got this one van Pili. Hoezo druk je elke keer kruisje? Kutzooi. Nou, we got this one van Brutus, this one van Brutus, this one van Brutus. Ik druk gewoon weer op kruisje. Kutzooi. We got this one, we got this one, and we got this one. Van de doggo. En van haar hebben we alle stels die wij moeten hebben. Van Kit hebben we ook alle stels die wij kunnen unlocken. Van de kat hebben we ook alle stels, behalve de ghost one. Dat is de Shadow of Ghost skin volgens mij die we kunnen unlocken. Van deze chick en bij deze stijl, deze stijl, deze stijl, deze stijl, deze stijl, ook alle stijls dus. Van Skim Jonte. Hebben we deze stijl, 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 hebben we deze stijl. Die stijls hebben we van hem. Van Sonia hebben we deze stijl, deze stijl, deze stijl, deze stijl. En deze stijl, maar ik stel deze stijl in. En deze stijl. Of deze stijl krijgen we nog. Jawel. Zoals je ziet bij nog twee of nog één weekly challenge. Ja, nog één weekly challenge heb ik got hem. Het zijn helemaal top. Laten we die even instellen. Gaan we door naar Sky. Hebben we ook niet alle skins van helaas de Golden War niet. Van Tina. Hebben we de Golden One bijna, de Shadow One en de Normal One. En we hebben Sifu. Ja, hier heb ik de Ghost One, dacht ik. Ja, de Ghost One. Dan mijn emotes. We hebben deze. Deze. Allemaal verduip omhoog doen. Deze. Deze van de Battle Pass. Deze hebben we gekocht. Die hebben we van in zo'n pack. We hebben die gekocht. Die heb ik gekocht. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik gekocht. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik gekocht. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik uit de Battle Pass. Die heb ik gekocht. Of die heb ik ook uit de Battle Pass. Die heb ik uit de Battle Pass. 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 Gratis gekregen. Heb ik ook een Battle Pass, die hebben jullie ook allemaal gratis gekregen. Heb ik Battle Pass, 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 volgens mij, Battle Pass. En ik gekocht. En Battle Pass. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Battle Pass.
Battle Pass. Oh, nu heb ik ook gekocht. Battle Pass. De Far hebben we ook uit de Battle Pass. De gekocht dacht ik. De Battle Pass. En deze is de Noob Dance. Dit zijn allemaal raps die ik heb. Ook gratis gekregen. En de rest hebben we allemaal van dit soort raps. Allemaal uit de Battle Pass. En dat was mijn lokaal weer, dus de item shop. Mijn career. Laten we nog even mijn profiel zien. 4 wins, 124 top 10, 303 potjes, 603 elimination, 801 match played. Duo 35 wins, 190 top 5, top 12, 386. Elimination 928, matchplay 988, squad heb ik meestal van 85 wins, top 3 236, top 6 422, elimination 1003 en matchplay 1019. Jawel, LTM is dit 5 wins, 48.725 score plates, eerst outlast 9740, elimination 1022 en matchplay 308. LTM is Team Rumble volgens mij. Maar dat was mijn locker en mijn hele account. Ik hoop dat je daar van een grote blauw mag laten benieuwd dan als je gewoon in beheer bent. Altijd mensen. De groeten.